Hallo allemaal, leuk dat je kijkt naar een online les. We willen gebruik maken van objecten die je thuis en we willen ook oefeningen. Even kijken of mijn microfoon uitstond, anders wordt het fucking awkward. Maar leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Een nieuwe week in quarantaine. Ook al zit ik niet echt heel erg in quarantaine. Want alles gaat natuurlijk steeds meer open, dus dat is super chill. Het is al 4:30. Ik ben gewoon helemaal vergeten de week vloggen. Want ik heb de hele dag aan school gezeten. Kut. Helemaal kut. Ik zal mijn outfit of the day even laten zien. Ik heb echt gewoon een shirt en een broek aan. Wow. En ik zie er niet uit. Het is best wel mooi weer, maar ik heb niks buiten gedaan. Morgen weet ik ook nog niet wat ik ga doen. Er staat weer een of andere rare dingen beeld. Zo de weekvlog editen. En heel vaak dan zoek ik iets op Instagram, maar dan kunnen jullie zeg maar niet. En dan kan ik niet. Weet je dat? Een schermopname. Ja. Lieverd, instellingen. Wacht, heb je dat niet hier staan? Nee. Dan moet je even naar instellingen. Ja. Dan moet je naar. Staat het hierbij? Dus zo. Dan is hij niet aan het filmen. En dan klik je er weer op. En dan? Is nou, staat hij gewoon in. Ja. Nee. Echt wel fijn. Dus ze is er even, want ze heeft even allemaal nagels gehaald bij de Prix. Want dat krijg ik trouwens heel vaak vragen over. Van waar zijn je nagels van? Maar ik heb gewoon. Ik heb dus gewoon allemaal nagels van de Primark. Ze zijn letterlijk 1,50 euro. En ze hebben kapot goede lijm. Blijft echt gewoon een paar dagen zitten. Het is echt top. Echt een lifehack. Hè? Een lifehack. Dat klopt. Ja, dat klopt. En jongens, we gaan ons haar verven. Ja, we willen ons haar verven. Maar we moeten even kijken. Wanneer is het? Hoe en wat. Ik was vanavond naar de IKEA. Maar ik was mijn vlogcamera vergeten. Echt stom. Maar ik heb dus nog kleding. Zo, kledinghangers voor mijn kledingrek. Dat ik extra nog kan ophangen. Super chill. Morgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. Ik heb me helemaal omgekleed. Ik zal even snel kort laten zien. Jasje van Joins. Topje van Shein. 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 Deze broek is van Zara. Maar deze is echt al 3 jaar oud of zo. En schoenen van de Bershka. En ik. Gaan nu gezellig naar Bootje toe. Want gaan we lekker samen lunchen. Wow. En aan school zitten. Wat een goede motivatie hebben wij. Ik ben bij mijn zus. Hey, ik wil het anders vertalen. Ah ja. En we gaan lekker bij de slager steekje taart halen. Zo lekker. En dan gaan we even maken. En we gaan daarna aan school zitten zoals ik zei. Nou, ik ga even video editen. Misschien aan school. Oh, maar mijn koffie. Die staat echt zo klaar van. Yo. Zal ik die meenemen in de auto? Oh, jullie kijken, jullie know me. Ik moet koffie. Tegenover, dat is naast. Nee, je hebt die toch tegenover elkaar? Het is toch in één. Nou, we zijn in ieder geval buiten. Het is echt kapot mooi weer. We gaan lekker steak de taart halen. Oh, zo tegenover. We hebben lekker de steak de taart. Dat gaan we zo meteen lekker klaarmaken met ui en allemaal lekkere dingen. Lekker, dat is echt lekker, jongen. Ja, jullie moeten het echt namaken. Oké, we gaan jullie even laten zien hoe we het gaan maken. Het is echt super simpel eigenlijk. Welkom bij de koken met Saar en Bo. We doen eerst even broodjes in de oven. Maar chocobroodjes, grapjes, filetjes, maar gewoon lekkere broodjes. En, nou, en dan hebben we dus, ik moet bij de slager gewoon zeggen, ik wil 200 gram, gewoon 100 gram steektataar per persoon. Ja. Dus wij hebben dan 200 gram. Steektataar is, ja, dat zeg maar, moeten ze versnijden. Het is zeg maar eigenlijk een soort rauwe biefstuk, maar het is echt heel erg op blokjes. Ja, eigenlijk pakken ze denk gewoon een biefstuk zo. Ja. En dat gaat hij helemaal fijn snijden. Dus als mensen soms zeggen toch, secretaar? Ja. Ja, secretaar. Maar dat want eerst zei hij, oh je wilt 200 gram tartaar. Nee, secretaar. Normale tartaar, zeg maar van die tataartjes, weet je, die ook zeg maar ook rauw, maar dat is weer anders. Ja. Dat is echt zo lekker, jongens. Meestal kan je dit alleen in een restaurant bestellen en zo, maar wij gaan het gewoon lekker zelf maken. Oké, dus dan doen we het even in een bak. Ja, we doen het hier in een bak. Nou, je hebt truffel mayo nodig. Mosterd heb je nodig. Niet er doorheen. Nee, niet er doorheen. Nee. En neem ik tabasco. Ja. En peper en zout. En een uitje. En een uitje inderdaad. En dan misschien iets van augurk. Of kappertje,
augurk, zoiets. Ja. Als je het lichaam een beetje lekker vindt of wat je in huis hebt. Het is, je hoeft niet per se lekker te vinden, het is meer lekker te doorvinden. Maar zeg maar een beetje de zuurtje lekker. Klopt. Maar ik weet niet of dat... Oh ja, dat is heel lekker. Ik hou echt van bosuien. Ja, hè? Oké, okay, dan heb je zeg maar van die blokjes augurk. Die doe ik er een beetje doorheen. Ja, hoe kan ik dat nu zien dan? Ja, dat zien ze wel. Dan. Zoiets. En dan gooi ik er een beetje bosuien doorheen. Dat is eigenlijk ook een beetje soort. Ja, ik vind het eigenlijk een lekkere variant van de ui. Ja, dit is ons leven, zeg maar. Tabasco. Oké, de rode ui erin. Lekker van tabasco. Je hebt een halve ui, of moet er een hele? Nee, een halve is genoeg. Goed peper en zout. Even al de zout is belangrijk dat je dit zeg maar smaak brengt. Zo uit. Dan ga ik even roeren. Dan moet jij even nog een lepeltje mosterd erbij doen. Oh ja. Dat is ook lekker hoor, mosterd erdoor. Ja. Ik doe nu maar gewoon even wat op gevoel. Je moet gewoon even een beetje aankijken hoe en wat. Ik denk dat het meer zout moet. Nou. Zeg maar al laat ontdooien. Dus ze zijn dus een beetje al zacht. Dus dat is chill. Dus maar heel kort in de oven. Ja. Dan doe je nog een beetje ketchup erbij. Niet te veel, want dan wordt het heel erg... sauzerig. Ja, en heel erg waterig. Dat was al iets enthousiast. Ja, maar nee. Komt goed. Ja, die ketchup hoort er nog bij. Ja, nu is goed. Dus, wil je het namaken? Tag ons! We vinden het leuk om te zien als je het nagemaakt. En ik zal anders nog wel de benodigdheden gewoon even in de beschrijving zetten. Dan kan je daar gewoon even makkelijk naar kijken. Maar het is eigenlijk gewoon een kwestie van alles bij elkaar pleuren. En eigenlijk wat je zelf lekker vindt. Check. Nou, het is helemaal ready. We hebben lekker broodje. En lekker de steak tartaar. Nou, we gaan lekker eten. Oké, zo lekker. Eet smakelijk, zus. Oké, nou Bo en ik gaan even gezellig. Ik heb even de bril van Bo. Gaat deze bril mij leuk? Ja? Ja? Ja, heel leuk. Oké. Okay. Ja, nou, wacht. Je dus houden? Nee, nee, nee. Nee hoor, lieverd. Ah. Ik wil je gewoon even een hoopje te gaan. Oh, mijn zus! Oké, maar we gaan even het ijsje halen. Ja, dat. Ik heb een fucking ijsje dit nog bij. Ik mag mijn auto stukje kwijt. Oh. Nou, we hadden lekker twist erop, maar het waren dus minis. Maar ze waren wel echt heel lekker, hè? Hoe? Zo klein. Dat kan niet. Hey. En ja, we gaan nu even een lekker wijntje doen. Mag je inderdaad dicht? Moet er nog iets meegenomen worden? We gaan een pinootje drinken. Oké. Okay. Zo, oké. Dat vind ik niet echt heel erg enthousiast. Ja, lekker. Pinocchio? Ja. Dat allemaal hebben we opgenomen. We zaten dan gewoon 5 flessen wijn met z'n drieën. Oh mijn god. Nou, ja, misschien hebben we ook nog, denk ik, 5 biertjes op of zo. Nou, lekker. Ik ga lekker in het zonnetje doen. Nou, wij zijn bij de fucking Burger King. We hebben hem net heel veel gegeten, hè? Ja. Maar ja. Doen we nou een cheese bacon fries dan? Ja, dat lijkt me wel lekker. We zijn nu aan de beurt. Gewoon alleen dat? Ja. Gewoon even voor een kleine... Oh ja. Hoi, ik wil graag een cheese bacon fries. Ja. En één water alsjeblieft. Dat kort moet ik ook doen. Ja, dat was hem. Dan wordt het 4 euro 15. Mag ik door naar hier? Dankjewel. Morgen. Ja. Lekker dik rietje. Dit is echt zo'n Amerikaanse milkshake. Echt die smaakt ook de milkshake. Mmm, lekker hè? Ja. Oh my god. Hij is echt niet smaakt naar Nutella aan de milkshake, dat is het. Hazelnoot chocola milkshake. Wow. Mm. Ja. Oh, is dat niet? Oh wel. We zijn weer bij KFC. Oh. Ik ben er niet bij. En een Bo gaat niks eten. Dankjewel. Ik ga niks eten. Tot nog wel. Lekker. Ja, ik heb het van Bradley. Hij moet het nemen. Bradley komt nog hierheen nu. Ja, wie komt er hier? Bradley. Ik wist het. Hè?
voel het aan mijn water. Ik wist het. Ik zei tegen mezelf, ja, je kan er zo uitzien, maar er komen zo meteen jongens. Nee, ik wilde alleen mijn shirt brengen. Ja. Nou, ik ben er niet hoor. Zo, deze is lekker. Ja, lekker. Nou, ik wil er nog één. Lekker in de supermarkt, allemaal dingen aan het kopen. Oh, ik heb vandaag nog deze vlog geopend. Het is vandaag woensdag en ik ben met Isabel. Ik heb zo meteen een fotoshoot voor de webshop. En we hebben dus dit en dit lijkt ons echt heel lekker. Dus dit gaan we uitproberen. Ik zal het wel op de film zetten. Ja. Oké, okay, nou het is dus woensdag. We hebben helemaal niet de dag geopend. Maar we gaan even de Oreo dingetjes proeven. Maar ik weet het niet. Oh, het is, ik weet je wat me. Dit lijkt me lekker als je doet alsof het cornflakes is. Ja, dat lijkt, dat me, lijkt dus me dus ook lekker. Oh, het zijn echt niet cornflakes. Het smaakt dus niet naar Oreo. Nee. Maar wel lekker. Het smaakt niet vies hoor. Het is niet echt een Oreo smaak. Nee. Het is niet een kleine. En we hebben kipswarme broodjes. En een tostini. Dat gaan we heel lekker eten. Nou, ik ben toch niet naar school gegaan. Ik ben toch lekker weggegaan naar Noordwijk. Want ja, ik was 1 minuut in die les en ik dacht, joh! Oké. Maar ja, ik ben gelukkig op de foto's geweest. Ik heb dat gezeik niet meer. Maar nu gaat Bo lekker foto's in mijn ieder. We hebben maar 2 setjes, dus oh, we hebben er maar 2? Ja. Ik had er 4. Ja, maar wij dachten, in Noordwijk is het niet handig. Nee. Nou, we zijn bezig met de foto's. Hoi. Ronde 2. Wow. En laat eens even zien wat je allemaal in hebt, meid. Ze hebben een earcuff in. Niet zo, zeg maar. Earcuff? Wat dan? Earcuff. Volgens mij. Earcuff. Ja. Ik heb dus dit in. Ja, heel leuk. Allemaal bestellen en op mijn webshop. Niet doen. En deze. Deze? Okay. Ja, dat zie je al. Deze. Deze. Ja, oh, deze niet. Hè? Ja, ik wil ook ringen. Je hebt ook allemaal leuke dingen om. Oh ja. Nou, het was super gezellig, hè? Ja, was zeker leuk. Dat is een beetje donker beeld. Ja. Dus het is echt goed licht. Leuk is? Ja, super leuk. Yay. En foto's. Ja. Ik ben echt benieuwd. We zijn eindelijk thuis. Het is 7:30. Ik heb net snel boodschap gedaan met Bo, want morgen gaan we de hele dag varen. Jongens, het leven is zo fucking duur. We hebben even boodschap gedaan. Het is gewoon €70. Omdat je morgen een paar hapjes op de boot wil. En natuurlijk een beetje drank en weet ik het allemaal. Maar ik word zo gek. Mijn geld vliegt er doorheen gewoon. Het is niet normaal. Ik ga nu lekker witlof eten. En ik ga lekker wrapped maken. Bo gaat lekker pasta salade maken. We hebben allemaal heel veel lekkere andere hapjes. Maar ik heb hier lekker carpaccio met wraps en kipfilet en roomkaas. Ik ga lekker hapjes maken. Ik heb trouwens nagels op. En mijn pakketje van ASOS is binnen. Super blij mee. Dus ik ga ook lekker een mukbang, wat ik wil zeggen, een shoplog opnemen. Vandaag woensdag. Het is donderdag. Het is al donderdag. Jezus, ik ga vandaag lekker varen. Heerlijk. Ik heb gewoon een lekker zonnejurkje aan. I love it. Gewoon, ja, lekker simpel. En deze bordeauxrode bikini uit de shoplog van de bikinis. En ik ga nu even wat koffie drinken en wat carpaccio wraps maken voor op de boot. Dat zal ik even laten zien. En that's it. Oké, ik heb toch van bikini geswitcht, want deze bikini is, kan je dus ook strapless doen. En op een boot word je natuurlijk super snel bruin. En als ik die bikini aan heb, dan heb ik hier allemaal bandjes en op mijn rug ook. En met deze kan ik gewoon zeg maar helemaal bruin worden hier. Heb je alleen dit zo. Beetje hoe is het, maar ja, dat maakt op zich ook niet uit. Maar ik denk dat dit een betere bikini is voor als je lekker gaat zwemmen en zo. En nou, ik bedoel, als je gaat lekker gaat zonnen, niet zwemmen. Nou, we zitten in de auto om de weg naar de boot. En we hebben echt, we zijn niet normaal zwaar beladen met echt, allemaal shit, sorry. Vlog aan bedoel je? Nou, we zitten lekker in de boot. Heerlijk. En dan gaan we even muziekje aanzetten. Ja. Doe jij het even, Bo? Doe jij maar. Ik doe het wel. Ja. En gaan we zo even hapjes pakken als we ergens staan? Ja. Dus de
Oh, lekker wijntje, wrappies. Nou, we zijn allemaal verbrand. Hey. Want we hebben natuurlijk niet doorgehad. Maar we zijn nu onderweg naar huis. Laten ze uit, 7 uur of zo. Half 8. We hebben gewoon fucking lang op de boot gezeten. We hebben echt van 11 tot 8 op de boot gezeten. Na 12. Ja. Maar het was echt, echt top. Echt top. Het is vandaag vrijdag. En mijn camera is bijna leeg. Nou. Ik ben gisteren super bruin geworden. Je ziet het waarschijnlijk weer niet op beeld. Je ziet het hier wel. Ik ben hier gewoon helemaal verbrand zowat. Ik heb nu ook een beetje make-up op. Ik moet zo meteen werken. En vanavond ga ik daarna eten bij Bo gezellig. En lekker wijntjes doen met Bo. En met Isabel. En gisteren was het varen echt kapot leuk. En ik werd op een gegeven moment een beetje bezopen. Volgens mij heb ik ook niets meer gevlogd. Oh, gaat ie. Oeh, dit maakt ze nog om. Ik ben inmiddels klaar met werk. Ik moet samen gezellig met mijn sushi werken. Yes! Oh my god, ik zie zo. Ik zie er niet uit! Ik lijk op een baby. Ik heb mijn wimpertjes laten doen. Heel leuk. Maar we gaan nu onderweg naar Bo. Die heeft lekker voor ons gekookt. En dan gaan we lekker even eten in zeepie. Nou, het is vrijdagavond. We zijn lekker een Jillsje aan het doen met Bo. Dit is mijn neef, Chris. Volg me op Instagram. Chris daarna 17. En dan moet je niet te veel zeggen, hij moet eronder zetten, want anders is het te laat. En volg hem. Wil je een shout-out doen? Ja man, SO naar mezelf, Christina is 17. En SO naar Bovenvliet, mijn zusje. En SO naar mij. En SO naar Bovenvliet, mijn gabber. VONQ.PL, sinds day one. Sinds day one. Zo gaan die dingen. Zo gaan. Ja, toch? Moet ik niet terug? SO naar strijders, lang raar nummer 72. Ja, lang raar. Ik kan niet terugkijken. Nee, joh. Jongens, ik ga even een shotje doen. Oh god, ze gaan. Wordt die opgenomen? Wat is dat? Hey, Witte, waar staan? Hey, schatjes. Het is wel vodka. Ik ga aan de oude kant leggen. Oh, ik moet hierin kijken natuurlijk, niet hierin. Gewoon hierin. Nee. Ja, ik moet hierin. Wie wordt in huis gebracht? Wordt die opgenomen dan? Ja. Zwaai naar de vlog. Oh, ik. Ons kon niet voor over. Nee, maar praat over de kut, Daniel. Ja, maar ik wil van muziek. Ja. Nou, hoi allemaal, leuk dat jullie kijken. Het is vandaag zaterdag. Ik heb nog niet zoveel hoor. Nee, zeg maar ja? Ik doe het wel. Stop! Ja! Jezus! Ik vroeg hem ook. Ik zeg stop. Ja. Nee, je zei geen hoofd. Je zei stop. Ik wel nu ook even een klein diepje. Ik haat Malibu. Ik word naar smaak, naar een... Ik heb een keer een drankje gekregen voor een of ander gaar vlees in de mond. En sindsdien vind ik het nog... Alleen even een klein diepje, dan delen we. Zo. Mijn bitches. Hier, moet ik er vast uit? Zo. Stan, de vlog is aan. Hou me even hard. Fake. We kijken allemaal mijn vlogs, hoe leuk. Ja? Ja, jullie. Zo gewoon chillen met fans. Dit is chillen met fans. Hey, Tate. Dat is heel fun. Dat jullie dat noemen, dan meet je. Hey, doe even niet. Meet en paint. Doe even. Helemaal. Het is vandaag zondag. Oh my god, ik heb zo slecht gevlogd dit weekend, maar ik was alleen maar brak. Vrijdagavond heb ik zo... een hele bonte avond van gemaakt. We sliepen echt pas om 7:30 ochtends. Ik weet niet eens. Ik heb de hele dag geslapen zaterdag. Zaterdagavond ben ik met Isabel gaan eten met Bo. En zoals je gisteren aan het beeld hebt gezien, was ik gisteren ook weer aan het feesten. En vandaag werd ik echt om 2:30 wakker. Ik heb de hele dag mijn nest gelegen. Dat is zo'n beetje het leven. Het staat nergens op. Ik ga nu gewoon gezellig naar een vriend en dan gaan we even chillen. Ik denk dat we gewoon even lekker een filmpje gaan kijken of zo. Niet iets heel bijzonders. Nee, dit ga je niet doen. Je gaat het niet filmen. Ja, in ieder geval, het is inmiddels al maandag. Ik ben gisteren helemaal... God, nu kan ik nog niet in mijn vlog.
Oké, het is inmiddels al maandag. Ik ben gisteren helemaal vergeten de vlog af te sluiten. Ik was echt fucking moe en chagrijnig. Ik had er nergens zin in. Dus ik ga hierbij de vlog afsluiten. Het is echt kapot mooi weer vandaag. Dus daar ben ik wel echt blij om. Vond je de vlog leuk? Vergeet dan zeker niet een duimpje omhoog te geven. Vergeet ook niet op mij te abonneren. Maak er een screenshot van en stuur op de DM. En dan misschien volg ik je wel terug. En ja, vergeet me ook niet te volgen op Instagram natuurlijk. Dat is gewoon samenverwoord. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!